is voor de 87ste grote trek vanuit Berchem dat die mannen vertrekken. En het is ook de 80ste jammerij. En het is dit jaar ook de 50ste verjaardag van de Paaibund. Wij vieren dit jaar ons 50-jarig bestaan. Om 4 uur vertrokken naar hier. Om 7:30 ontbeten in Lier. En voor de rest om 12 uur een soepje in Aarschot. Nee, 1:30 was dat al. En gestapt. Ja, Roodtrek overleeft. Het is natuurlijk altijd wel een hele afstand dat je moet overbruggen, maar we hadden het weer mee. Het was goed weer. Er zijn een paar cafés onderweg, minder als vroeger, maar daar reden we wel. Hè. We reden dat wel. Hè. Je kiest juist op tijd voor die zetjes ons kousen te verwisselen en een pintje te drinken en dan gaan we weer vieren. Oh, ik vond het heel zwaar deze keer. Ik had heel wat blaren. Hè. Ja. Dat is spijtig. Hè. Maar ik heb het gehaald. Hè. In 1950 is een van mijn voorgangers, Borion, die heeft daar op dat bepaalde plaats een hartinfarct gekregen. En die is dus met de ambulance moeten afvoeren. En ieder jaar gaan we dus naar Rogeveld, op het kerkhof daar. En rond 1 november brengen we daar een eerbetoon met enkele pijpers en gaan we daar spelen aan zijn graf. Dat je hier aankomt, de vermoeidheid voelde wel. Ja. Maar op het moment dat je de plaats van Scherpenheuvel ziet, dan wordt alles wel iets gemakkelijker. Ja. Dan een beetje psychologisch en dan komt er wel. Ik ben van Scherpenheuvel afkomstig en één keer in je leven moet je dat gedaan hebben als je in Scherpenheuvel woont. Maar het is de derde keer voor mij. Maar het is zwaar.